Hallo, ik ben Evi Hansen en ik ga voorlezen uit het boek Greta en de Reuzen. Er was eens een klein meisje dat midden in een prachtig bos woonde. Ze heette Greta. Op een ochtend liep Greta naar buiten, de tuin in. Toen merkte ze dat er iets vreemds aan de hand was. Aan de rand van de tuin, half verborgen in de schaduwen van de bomen, stonden de dieren uit het bos. Een zilverbruine wolf deed een stap naar voren. Zijn staart hing tussen zijn poten. "Help ons alsjeblieft," fluisterde hij. "Er is steeds minder bos over. De reuzen maken ons bos kapot en we kunnen nergens meer naartoe." Zie je, dat is Greta in de tuin en dat zijn de dieren uit het bos. En dat is de wolf. De reuzen, die waren er altijd al geweest, al zolang Greta zich kon herinneren. Het waren gigantische, lompe wezens die de grond deden dreunen. Ze waren altijd druk bezig. En dat werd alleen maar erger. Zie je? Dat zijn de reuzen. En die reuzen die waren altijd bezig. Ze hakten bomen om, zodat ze huizen konden bouwen. Ze kapten nog meer bomen, zodat ze grotere huizen konden bouwen. En de huizen vormden dorpen. De dorpen groeiden uit tot steden. De reuzen bouwden fabrieken en winkels en auto's en vliegtuigen. Ze werkten dag en nacht door. Tot uiteindelijk er bijna geen bos meer over was. De hebberige reuzen leken helemaal vergeten te zijn hoe mooi het bos was. Ze zagen de kleine vogels, de insecten en de vlinders niet meer. Ze zagen de beren niet, die in de schaduw beefden van angst. Niemand zei tegen de reuzen dat ze moesten stoppen, want iedereen was bang van ze. Iedereen behalve Greta. "Wil je ons helpen?" vroeg de wolf. Greta keek om zich heen. De dieren zagen er heel moe en verdrietig uit. Ze moesten helpen, maar hoe? Plots had ze een idee. De volgende ochtend liep Greta naar een plek in het midden van het bos. En daar wachtte ze tot de reuzen zouden komen. Ze stond er helemaal alleen met een bord in haar hand. En op dat bord stond in grote letters stop. En Greta wachtte en wachtte. Op de eerste dag zagen de reuzen haar helemaal niet staan. Ze renden zo langs haar heen. En op de tweede en de derde dag gebeurde hetzelfde. Maar toen, op de vierde dag, gebeurde er iets bijzonders. Een jongen die Greta had zien staan, had zelf ook een bord gemaakt. En hij kwam bij haar zitten. Hij zei niet veel, maar Greta wist dat hij hetzelfde wilde als zij.
Al gauw zagen steeds meer mensen en dieren wat ze aan het doen waren. En ze kwamen er ook bij staan. Ze hadden allemaal een bord vast. Help, red ons bos. Help, ons huis verdwijnt. Wij houden van ons bos. Zie je? Heel veel mensen en dieren samen. Het duurde niet lang voordat de groep mensen en dieren zo groot werd dat hij vanuit het bos tot aan de stad reikte. En zelfs tot aan de wegen voorbij de stad. En samen bleven ze staan en wachten af. Kijk, hier staan ze. En hier is de grote stad met de reuzen. En daar staan ze en ze wachten gewoon af. En die groep werd groter en groter en werd uiteindelijk zo groot dat de reuzen er niet meer langs konden. Stop alsjeblieft, riep Greta uit. Jullie vernielen ons huis. Jullie hebben alle bomen omgekapt en alle bloemen vertrapt en nu zijn de bijen en de vogels weggevlogen. De dieren hebben geen huis meer en ons bos gaat dood. Nadat Greta dat had gezegd, bleef het eventjes stil. En opeens begon de hele groep tegelijk te roepen. De rook van jullie vuren vervuilt de lucht. En jullie moeten mijn huis repareren. En kunnen jullie helpen om nieuwe bomen te planten? Red ons bos. Er moet nu iets gebeuren. Red ons bos. Oh, we moeten goed voor ons bos zorgen. We moeten hier samen kunnen wonen. Willen jullie daar alsjeblieft aan meewerken? Vroegen ze. Kijk, dan vragen ze allemaal. En hier zitten de reuzen een beetje te trillen en stil te zijn. De reuzen keken elkaar een beetje ongemakkelijk aan. En ze werden onrustig en ze wriemelden wat en ze stampten met hun voeten op de grond. Ze schaamden zich en ze waren echt geschrokken. Ja, de reuzen waren zo druk bezig geweest met bouwen dat ze helemaal niet zagen wat er met het bos gebeurde. Ze dachten er niet over na wat dat betekende voor de dieren die daar woonden. Het spijt ons, zeiden ze. En ze beloofden dat ze beter hun best zouden doen. En vanaf die dag waren de hebberige reuzen lang niet meer zo hebberig. Ze namen wat vaker pauze en leerden om rustig te zitten en stil te zijn. Ze werkten niet meer aan één stuk door. En ze maakten tijd voor nieuwe hobby's. En de reuzen kapten geen bomen meer. En de reuzen leerden over tuinieren en leven in het bos. En ze kookten en repareerden dingen, ruimden netjes op en deelden alles met elkaar. En zo duurde het niet lang voordat het bos weer opbloeide. Het werd zelfs nog mooier dan ze zich ooit hadden kunnen voorstellen. Dit boek is geïnspireerd door Greta Thunberg's missie om de wereld te redden. En achteraan in het boek staan ook nog tips voor kinderen om iets te kunnen veranderen in de wereld. Hoe ze dat het best kunnen doen. Voilà, dat was het boek. Greta en de reuzen. Veel leesplezier.